De doelstelling van het jaar is 8 tot en met 12. Dus, en als het mee zit en echt alles loopt zoals het loopt, dan zou je misschien wel eens bij die eerste 7 uit kunnen komen. Maar dat is niet onze hoofddoelstelling. Realistisch is 8 tot en met 12. Vorig jaar 10e en het jaar daarvoor 6e. Dus wij komen uit op 8 tot en met 12. Jouw eerste jaar ook als coach in de topklasse. Dat is ook wel even wennen, denk ik, of niet? Of kijk je er alleen maar naar uit? Ik kijk er zeker naar uit en tegelijkertijd is het natuurlijk ook wennen. Als speler heb ik wel op dit niveau gespeeld, maar als coach is het inderdaad nieuw. Maar uiteindelijk werkt het ook weer enigszins op dezelfde manier. Alleen ja, het is inderdaad nieuw. Ik voetbal hier al 25 jaar bij Excelsior Sluis, dus vanaf mijn 4e voetbal ik hier. En ook al heel je seniorencarrière in het eerste? Ja, ik ben begonnen in de B-selectie een drietal maanden en toen werd ik door Jan Evers gevraagd om mee te trainen met de A-selectie. Sindsdien, voor mij voor het 11e seizoen nu A-selectielid. En waarom blijf je dat dan toch doen? Ja, je kan zeggen, na 5 jaar hoog amateurvoetbal gevoetbald hebben, heb je het wel gezien, ga je lekker aan het bier? Ja, dat doe ik ook, maar ik moet zeggen, ik vind het ten eerste heel erg leuk. Het is absoluut mijn hobby en voetbal op het hoogste niveau heb ik altijd wel nagestreefd. En zolang dat met je eigen clubje kan, is dat wel het mooiste. En het is natuurlijk een bijzonder jaar dit jaar, want de eerste 7 gaan natuurlijk naar die tweede divisie toe. Wat wil Excelsior Sluis daarin? Ja, Excelsior Sluis wil het hoogst haalbare wat wij willen. Alleen ik zou heel realistisch zijn als we vorig jaar net erin zijn gebleven. En we gaan nu hoog van de toren blazen, heb ik zoiets van, nou, als wij gewoon netjes binnen de eerste 11 zijn, vind ik het zelf persoonlijk een net resultaat. Dan moet je ook kijken naar de budgetten die de andere clubs hebben en die wij hebben. Ja, als een jaar alles mee zit, zou het kunnen dat we bij de eerste 8, de eerste 7 eindigen. Maar als je het rijtje opnoemt die er absoluut naar de eerste 7 moeten, dan zitten wij niet bij. Dan blij. Nou ja, de eerste vraag is een hele makkelijke. Waarom voel jij bij deze club? Ja, ik ben benaderd door Hans Jurgen om hier te komen voetballen. En wedstrijdje gekeken, wel een leuk gevoel bij de club, goede dingen verteld. Dus vandaar eigenlijk dat ik hiervoor heb gekozen. Want voor ons als buitenstaanders die Excelsior op de voet volgen en de topklasse, was het wel een verrassing dat je naar de topklasse ging? Ja, ik heb eerst gewoon gekeken naar BVO, maar niet gevonden. En toen heb ik gewoon gekozen voor een stapje terug, maar misschien ook niet. Een stapje terug, misschien wel 2 stappen vooruit hierna. Leuke club. Want je hoopt nog eventueel na deze periode weer terug te keren in het betaalde voetbal? Ja, daar heb ik wel hoop op. Want jij was laatst actief bij Excelsior, een eredivisieclub op dat moment. Ik dacht, jij kan toch in de Super League makkelijk aan de bak? Ja, ik heb een ongelukkig jaar gehad toen ze in de Eredivisie speelden, omdat ik geen enkele minuut heb gemaakt in de Eredivisie zelf. Dus dan wordt het ook lastig voor om een club te vinden op BVO-niveau. En Excelsior Sluis gaf me wel deze kans om hier te komen voetballen.